We zitten in Turkije. Het is de 2017 en we zitten in Erzurum met de EOF winter. Maar dat het winter is goed te zien, denk ik. We zijn afgereisd met 15 sporters in 4 verschillende sporten. En we doen mee aan die EOF eigenlijk om 2 dingen te ervaren. Enerzijds willen we de jonge sporters de ervaring meegeven van een multisport event. En wat betekent het nou om met meerdere sporten tegelijk op één toernooi te zijn? Met alle openingsceremonies enzovoort enzovoort erbij. Die hadden we gisteren, fantastisch, vuurwerk. Het was koud in het stadion, maar iedereen heeft dat op een fantastische manier kunnen beleven. En vandaag zijn we begonnen met de sporten. En die sporters zijn lekker aan de slag gegaan. We hadden vandaag alpine skiën en kunstrijden. Kunstrijden vind ik wel een mooi voorbeeld. Een meisje, een Nederlandse deelnemster, 14 jaar oud. Heeft het op haar niveau fantastisch gedaan, mooie prestatie neergezet. Wat dat betekent in medailles is het in EOF eigenlijk heel moeilijk weg te zetten. Want ja, we hebben ook sporters bij die zijn... Ja, een stukje ouder en ze hebben meer trainingservaring. Of die zijn ook gewoon volwassener in het lichaam. Dus ja, er zijn ook mensen die zijn 17, 18 jaar. Dus de bedoeling van zo'n EOF is dat iedereen zijn prestatie levert op zijn of haar niveau. Maar dat is vanochtend hartstikke goed gegaan met het kunstrijden weer. Vanavond gaan we nog door met shorttrekken. We hebben nog een curl op het programma staan. En we hopen dat onze sporters hier in ieder geval die prestaties goed neerzetten. En dan rollen we ook weer rustig door met al die andere ervaringen. Sluitingsceremonie, medailleceremonies. En dan krijgen al die sporters een fantastische ervaring mee. Wat het betekent om deel te mogen maken aan een multisport event.